Hoe is de situatie in Oekraïne en hoe krijg je alle partijen met elkaar om de tafel? Dat zijn twee belangrijke vragen voor de OVSE. Cecilia van Pesky is waarnemer. Ze denkt dat het lastig zal zijn om de Nederlandse slachtoffers naar Nederland te krijgen. Nou, een heel groot probleem is dat het heel moeilijk is te identificeren. Wie is nou in al die partijen de partij die de sleutel heeft tot het oplossen van het huidige dilemma, het huidige probleem? En daarnaast is het ook zo dat de partijen die je spreekt het onderling ook niet met elkaar eens zijn. Dus het is heel erg, je spreekt niet met één groepering, je spreekt met allerlei verschillende groeperingen die allemaal hun eigen belangen hebben. Ze gaat aan het eind van de week weer naar Oekraïne met lood in haar schoenen. Want er zijn maar weinig Nederlanders in de missie. Ik ben de enige die werkt in een zuidoostelijk gebied. Ik voel me daardoor ook natuurlijk heel extra toegedaan, extra betrokken, omdat er zoveel Nederlandse slachtoffers zijn. De waarnemster wil haar collega's van de OVSE laten weten hoeveel impact het ongeluk heeft gehad. Zelf heeft ze ook een vriend verloren bij de vliegtuigramp.